moment dat ik erbij kwam, ja, Rode Duivel zat echt in een soort van wak. Er was helemaal geen enthousiasme rond de ploeg. Ik had niet echt de echte uithangborden die fans naar het stadion lokten. En dat heeft nog een aantal jaar geduurd. Het enthousiasme rond de Rode Duivel is natuurlijk geweldig veranderd. De mensen die achter de schermen het werk doen, dat zijn de mensen die de liefde voor de Rode Duivels echt vertegenwoordigen. Makkelijk een zipper. Flesje, hè? Ja, hier, hè. Ja. Hier van de Belgen, hier op mijn kop, hier van achter. Ja, dat was eigenlijk. Maar op een manier, was dat? Ook. Maar deze is van Jupler, hè? Ja, dat, is... Oh, dat meende niet. Dat is mijn Birken, hè? Ah, ja. Meende dat niet? Ah, ja. Dat is echt de code van Jupler, of wat? Dat is van een flesje, hè? Van een flesje. Tuurlijk. Als morgen de Rode Duivel ze gewoon maken, als die gewoon maken, dan krijg ik nog de troon in mijn ogen. Hè. En, dan moet ik, en dan moet ik eigenlijk wel mijn eigen inhouden, want ik spring omhoog. En wel, dat zou mijn probleem ook zijn, denk ik. En Nico, ze biedt je een tattoo. Ik zeg, deze kan toch niet? Ik zeg, ik wil dat juist zetten uit respect voor de prestatie en dan een ander logo. Ja, ik heb al pech. Daar komt het op neer. Geen een sukkelaar, ja, ik zeg geen sukkelaar, maar... Zondag voetballen. Belgium, Azerbeidzjan. Ik denk 2-1. Ik hoop dat ze winnen, dat is alles. Normaal gezien komt dat wel goed. Met de jeugd dat ze nu hebben, ze hebben nog niks verloren. Dus dat is nog goed, hè. Onze eigen projecten, dat valt heel erg op dat eigenlijk bij de Rode Duivels wij er bijna allemaal altijd zijn. Er kunnen artikels over geschreven worden en dan kan ik er een slechte match zijn. Maar de volgende match is wel iedereen daar terug om ze te gaan te supporten en mensen een goede avond geven op dit moment. We zijn wel heel fier dat we dat mogen doen, dat we daaraan kunnen meewerken. Quand j'avais 5-6 ans, voir un match de foot, il y avait une joie, il y avait un plaisir, il y avait une communion entre les gens. Et j'étais touché. J'ai trouvé ça génial.
j'ai toujours continué à aller au stade. Et puis, ben, plus grand, commencer à travailler dans le foot, quoi. On sait que les joueurs vont monter sur le terrain. On sait qu'ils sont 22. On sait que ça va commencer. Et puis après, on ne sait pas. Bij de videocassettes thuis. En een van de cassettes, we hadden er niet veel, was de kwalificatiecampagne richting het WK 94. De goal van Philippe Albert tegen Nederland, dat zijn zo een paar honderd keer gekeken. Dat is mijn eerste voetbalherinneringen van de televisie. Ik was toen 6-7 jaar, dus ja. En om daar nu zelf deel van uit te maken, de historie van hoe goed we het in het stadion hebben gedaan. Als je dan het fluitsignaal hoort. De bal valt goed en komt op het hoofd van een Belg. En het is potverdikke Jan Vertonghen. Zijn 150ste wedstrijd. Mijn 100ste Interland was ook hier. Ja, dat was mooi. Dan is mijn mama op het veld gekomen voor de aftrap. Dat wist ik toen niet. En dan springt je echt zo weer 50 interlands vooruit en loopt er opeens 3 kinderen bij. Mijn vrouw ook, was hier ook toen en hebben we kunnen vieren na de wedstrijd. Ik ben niet iemand die heel snel emotioneel wordt, maar dat is toch dat was een bijzonder moment. Waar zit De Bruyne of Lukaku of Hazard? Dat vragen ze altijd. Daar kan ik niet veel op antwoorden, want ik weet het niet. Ik weet er 2 dat er in zit. Dat is Lukaku en Thibaut Courtois. Die zitten er altijd van achter. En de rest weet ik niet waar ze in zitten. Ik ben 50 jaar en bezeten van voetbal. Ik woonde als 14-jarige bij SK Beveren als supporter. En dan ja, vanaf 98 is dat dan geëscaleerd eigenlijk naar de Rode Duivels toe. Bon. Tu mets quel bras? 8? 6? 6 et demi. 6 et demi. Comme d'habitude ici. Ouais. Début de sortie des joueurs. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est vraiment tout en bas. Et très, un tout petit mouvement très léger dans les filets. Très, très léger. Ça, c'est assez joli en général. Et alors, attends, reste en bas. Tu peux reculer encore un peu pour essayer d'avoir dans ton cadre le bord du piqué. Et alors, et tu vas tout doucement, pas besoin d'aller plus vite que ça. Vraiment, petit mouvement, et ça c'est joli. Hop. Yeah. Goed, dus is heel eenvoudig eigenlijk. Simpel is alle voertuigen langs hier zo proberen te geleiden. Supporters die hier komen, dat je ze zo langs daar elke keer naar de kramen ook stuurt. Een peu de silence.
Comme il y a un drapeau qu'on ne peut pas monter. Ah oui. Oui. La 2, quand il y a une faute assez crapuleuse, la 2 et la 3 sont occupées directement avec leurs joueurs. Des fois, il faut aller chercher l'arbitre tout de suite parce que la carte peut sortir très vite. À ce moment-là, je compte sur toi. Je sais bien qu'il y a les loupes aussi qui réagissent, mais en général, c'est. Goedenavond, welkom. België-Azerbeidzjan vandaag. We gaan vandaag meerdere VIP-tenten open doen. Het is heel belangrijk dat in allen tijden de glazen heel proper zijn en het logo naar de klant is. Als de mensen vragen over wat het bier is, geef ik correcte uitleg. Je moet geconcentreerd zijn als je achter stuur zit. Want de politie die maken de weg vrij en dat is altijd iets speciaals. Dan. Alle mannen moeten opzij op de ring. Als het rood is, is het groen voor ons. Hè. Alles is open tot ons stadion. Het is mijn vertrekken van Intubis, mij is kort. In de bus is muisstil, er werd niks gezegd. Geen radio, niks. Muisstil tot hier. Die zijn met koptelefoon en zo op en ja, die zijn rustig. Hè. Die mannen zijn allemaal geconcentreerd voor de match. Premier plus, c'est les joueurs. De stade, s'il vous plaît. Les joueurs sont là. Hop, et je viens à. Ah, voilà. Lui, on le garde. On le garde, le gamin. Ah, merde, oui, c'est vrai, je suis fumé. Attention, attention. Timmy Simons, aanvoerder van de nationale ploeg, Wesley Song, topscorer in Penzas. Ik heb met al die gasten samen mogen spelen en dat was van dat geweldig. Zo moet je toch kijken naar de jongens die er nu bij komen. Dat die jongens in ieder geval het gevoel kan geven dat ik er altijd voor hen ben. Ja, wat had ik fijn gevonden, wat heb ik gemist in die tijd dat ik die jonge jongen was. Dat ik er net bij kwam, dat ik onzeker was. Dat ik de jongens daarin gewoon advies kan geven. Ja, als ik de nieuwe generatie zo moet omschrijven, dan, ja, dan zeg ik enthousiast, talentvol, ambitieus. Ik zie het op dit moment toch als een vrij complete selectie, eerlijk gezegd. Als ik door het stadion loop, zie ik altijd de mensen aan de bar samen pinten drinken, daar wordt gecheerst. Dat is wat dan België heel veel samenbrengt, dat is die voetbal. Daarom dat we daar een enorme prioriteit van maken om bijna overal aanwezig te zijn. Ons job is van niet naar de voetbal te kijken, maar wel naar de supporters. Maar wij voelen de emotie wel opkomen. Dan gaat het volume omhoog, ze springen recht. Dat is ook wel daarom dat ik dat voor doe. On va avoir l'arrivée des joueurs qui vont sortir du. Je vais venir à la douce, Matt. Oh, la douce, c'est joli. Wow, c'est beau. Élargis un peu, élargis un peu. C'est beau. Et deux. Zoom in, la deux. Zoom in, zoom in, zoom in. Allez, vas-y, top la 4. Tous ensemble, on raconte une histoire. Les joueurs sont les protagonistes de l'action ou de l'erreur, peu importe quoi. Mais c'est eux, et c'est mon rôle, de bien montrer ce qui se passe. Je peux pas me dire je suis supporter des Diables Rouges, même si je le suis. On doit être neutre, complètement neutre. Si j'ai la 3, maintenant... On doit regarder les faits et raconter l'histoire du match, quoi. Dès que le stade est volledig vol, tu peux die ambiance van straten ver horen. Als je naar het stadion wandelt, hoort je gewoon de atmosfeer al komen. En dat is zo'n geweldig gevoel. Okay, on va commencer maintenant dans 5 en principe. C'est parti. 4, 3, 2, 1.
Lukaku, dat is verstandig, moeite met de controle. Toch over Tedesco. Goede bal van Vertonghen. Eerste kans van de Belgen. Weggebokst door... 2, 3, ja, rien à voir, on oublie. En Lukaku die verlengt, handig. Trossard, die parvient à relever ça. Ça a flirté un moment avec la barre transversale. Doku dan maar. En Lukaku, en 1-0 voor de Belgen. De Lukaku, il tombe après 16 minutes de jeu sur un centre. Als je scoren, ja, dan is dat echt. Dan moet ik even slikken. Dat is zo. Doku, qui fait sauter ça pour Castagne, avec Lukaku du Pedro. Als ik mensen zie die hevig supporten, met die vlaggen en gesminkt, hard bekleed zijn, dan heb ik af en toe wel spijt dat ik daar voor het hek sta en niet achter het hek sta. Als ze in de bus zitten en ze maken een goal. Dan horen we veel lawaai. Dan weten we, ja, er moet iets gebeurd zijn. 30 seconden in komt dat op de tv. Lukaku voor 3-0. Meneer Lukaku. Na een half uur heeft hij de 3-0. Mangala Lukaku, 4e! Ja, d'abord à. Dans l'axe. 6. Quand on voit maintenant l'engouement actuel, quand on voit ce qui se passe en rue, les rassemblements, la joie, comment les gens... Attends, laisse aller. Et top là. Enfin, c'est quand même incroyable, tout le monde remet les maillots maintenant de l'équipe nationale, ce qu'on ne faisait plus à un moment donné, on ne voyait plus ça. Et donc, il est passé, une fois, deux fois, avec la petite talonnade pour Bakayoko. Frustré jusque-là, Jérémy, qui passe et en retrait, c'est goal ça. Et c'est Trossard qui nous met le cinquième à une minute de la fin. België eindigt het voetbaljaar 2023 met een uiteindelijk toch knappe zege tegen Azerbeidzjan. We moeten toch wel minstens halve finale halen. En eigenlijk beter is de finale. En als ze het halen, ja, dan komt het jaartal erbij met de trofee van het Europees kampioenschap. Ik op de linkerkant van mijn hoofd. Is eigenlijk al besteld. Als je dan s'avonds thuis komt, dan heb je altijd het gevoel dat je een beetje hebt bijgebracht aan dat event of aan die avond. Puur omdat je die mensen bier hebt geserveerd. Dieu do, merci. Merci, merci Fred, un plaisir. Salut, à bientôt. Là, merci Denis, merci Blacky. Ouais, ciao. Ciao, ciao. Salut Laurent. Die kaart wordt gedaan in Duitsland. Dan moeten we meegaan met een bus, dat weten we nog niet. Misschien de vliegtuig nemen en de bus leeg en dan daar. Dat kan ook. Dat weten we nog niet, hoe dat gaat gebeuren. Er is nog niks beslist. Ik probeer nu al veel bewuster elke wedstrijd met de Rode Duivels te beleven. Ik voel dat het geen 10 jaar meer zal duren voor ik bij de Rode Duivels stop. Het is een soort van beloning op mijn carrière, op al het werk heb ik gestoken. Mij geeft dat toch al een enorme booster richting de KAI.